Een heuse degradatiekraker, een 6-punten-duel op Papendal. Eerder in Hardenberg was HC te sterk voor Jong Vitesse. Dat onlangs nog een verdienstelijk punt pakte in de wedstrijd tegen AZ. Dit is een goed begin van Jong Vitesse. De redding van Danes. En geluk dus voor de ploeg van Gert-Jan Karsten. Want HC moet eigenlijk deze wedstrijd winnen. Mertjan. Goede speler blijft dat. Mertjan loopt zich helemaal vrij. Mertjan en daar is 1-0. Zijn vierde goal van het seizoen. Fout in de verdediging bij HC, want iedereen loopt weg bij Mertjan. En die staat er nog. Het is geen buitenspel natuurlijk. En Mertjan krult hem beheerst langs doelman Danes. Faye. Ja, dan nog maar een keer proberen. En daar is de 2-0. Het is buitenspel. Daar heeft HC alle geluk van de wereld. Wordt de ploeg uit Hardenberg nog wakker. Pakte de laatste weken wel punten, maar in de wedstrijden, wanneer de ploeg echt punten moet pakken, geeft de ploeg niet thuis. Dit was een kans voor Gaudier. Want vorige week werd het 2-1 tegen de belofte van Twente. Nou, die staan helemaal onderaan en die wedstrijden moet je dan winnen. Dit is een goede combinatie. En Danes heeft de inzet van Fortes. Van der Leij. Veel druk gezet door Vitesse. Goed gedaan. Domme overtreding trouwens van Bakker. Krijgt daarvoor terecht de gele kaart van scheidsrechter Vries. Dit is een heerlijke vrije trap. Op slag van Rust. Op een slechte moment kun je het niet treffen dat deze bal binnenvliegt. En het is 2-0. Ja, Vitesse stond vorige week ook met 2-0 voor bij Rust tegen Kozakkenborst. Toen werd het nog 4-2 voor Kozakkenborst. Het is hier 3-0. Het is nu over en uit. Osman die schiet. En Naya met de 3-0. HAC laat zich naar de slagbank leiden. De ploeg van Gerrit-Jan Karsten. Dit is een aardig schot. Niet meer dan dat. Van een van de invallers van Hezel. Korenjuk. Korenjuk. Komt daar de 4-0 aan? Nee, het loopt goed af. Ja. Karsten gaat er maar eens bij staan. Want zijn ploeg ziet alle hoeken van het veld. Fortes. Fortes naar binnen draaien en schieten. En daar is wel de 4-0. Na ruim een uur spelen is het over en uit voor HHC Hardenberg in deze 6-puntenwedstrijd tegen de belofte van Vitesse. Fortes maakt dus gehakt van HHC. Dit is Van der Leij. Van der Leij. Albertus. Nou, wie schiet hem binnen? Gaudier. Is dit een penalty? Ja, het is een penalty. De overtreding van Oudekotte. Gaudier, ja, een gemakkelijk gegeven strafschop. En de 4-1 van der Leij. Met zijn 10e goal van het seizoen. Maar deze goal komt natuurlijk veel te laat. 65 minuten wedstrijd. Dit is Kobussen. Gaf ook niet thuis in deze wedstrijd. En deze vliegt er ook nog in. Werkman. De verdediger. Ja, ik heb hem gemaakt, zegt Werkman. Ja. Het is 4-2. Albertus komt niet in balbezit. Dit is Van der Leij. Reinders staat vrij. Deze, de huurling van Emmen. Reinders. En zo wordt het dus 4-2. Leidt HAC een kostbare nederlaag in Arnhem.